maar andere zaal. Ja, voor pech gaat, dat vind je. Dat is pech. Hey. Jij ook? Maar die zit wel met de kippen al. En waar is die bij? Ja, dan kan ik direct niet mee. Oh, maar deze origineel en kopie, hè? Altijd weer bij, hè? Ja, tuurlijk. Dat we zeker voor de top 3 komen, dat we vandaag de hele factor afhankelijk.
motivatie is er wel. Dus we gaan alles aan doen om onze respect voor elkaar te verschijnen. En hopelijk zullen er mooie dingen gebeuren in 2018. Ja, en verder blijft het team helemaal intact. De monteurs blijven, de manager blijft, alles blijft hetzelfde. De catering, want dan moet ik even weten wat ik weer moet komen eten bij Max, blijft ook hetzelfde. Ik heb gehoord dat de catering geweest, de catering blijft ook hetzelfde. Nou, dat vind ik wel heel erg belangrijk, maar de monteurs allemaal blijven ook allemaal gewoon Paul en blijven allemaal jou. Paul moet blijven en het team blijft ook bij zich. We hebben een speciaal materiaal gestart, de zalen moet komen, natuurlijk. Verder kan het niks aan de bakken is. Dat een mooie keuze geweest en ik heb er wel zin in. Ja, wij ook. Dan ga ik even naar Kaspas. Hey, maat. Kaspas. Welkom back bij de most beautiful supporters of the Side Talk Cross. En de best team of the world, I think. Ja, yeah. Thank you very much. I'm very, very happy to come back. It feels like I come back home and super motivated for 2018. Did you have practice or not? Yeah, for 4 years. Yeah, 4 years, no. No, we didn't ride the bike yet, but I think when we start to build something for a new season, then we start riding. And you will go for the fourth title? Yeah, for sure, I will not buy. That's the goal. You can always set a little bit lower goals, but that has been already for 11, 12 years the goal for me since 2003 when I won my first title. And then you know that you can do it, you know? And okay, some years you need to be realistic because then I didn't race with such a good riders, but Etienne is a world champion from this year, and I hope I can still do it, and we will go for it. You know, there's no rider who is so crazy on the bike as Etienne. I don't know about the craziness, but 2012 when we started, when he was way out younger than he is now, then he was really crazy and did not think twice. He was just wide open. But I think during the years we learned each other a lot, and now he's a different rider than 2012 for sure. Okay, we are very happy you are back on this team. Kaspar Stubelis. Straks te zien zijn in de film. Veel, ik zie er hier nog eentje staan bijvoorbeeld. Hij heeft al een paar wereldtitels achter zich. Ben van den Boogaard mocht 2 maal zelfs met Bax het wereldkampioenschap bestrijden. Ja, Ben, welkom jongen. Fijn je weer te zien. Ook Ben natuurlijk altijd een heel aardig jongen geweest. En ook gedragen door de supporters van Team Bax. En we wachten dus op de auto's die zo dadelijk voor zullen rijden. Als ik goed heb begrepen zal eerst de auto de Land Rover voorrijden, de Land Rover met daarop natuurlijk de reclame van A Hard Way to Win 2. Hey Sean, ja. Hallo. Kijk, kun je nog een beetje volhouden hier? Ja, nee. Ja. Hey Sean, eindhoven. Help je mij, Sean? Mike van Gent. Hey Sean, heb ik niet koud? Nee, jongen. Vince is
trouwens. Die bouwen op de schijntjes het beste. Hé, dit is Nicolas Willems, hè? Ja. Nicolas, ken je Wilbert Vos? Tweede bij de NK. Kampen weer, hè? Live in de uitzending. Ja, ja, zo live? Ja, live, ja. 31 weer, hè? Het is je koud, jongen. Ja, meen je niet. Ja? 20 is koud. Je hebt kutvel, joh. Nee, maar het lijkt zo. Kieken. Het lijkt zo. Hoe zwaar het gaat, goed? Ja, super, hè? Veld maar, geloof ik, hè? Ja, Julian, zeker. Hè? Zeker. Hey, is alles geregeld voor volgend jaar? Ja, dat wist ik wel. Oké, de sponsors ook allemaal goed? Ja. Oké, nou goed. We zijn hier in Eindhoven, geloof ik, hè? Ja. Presentatie van de nieuwe film, hè? Ja, van Bax. Bax, mooie film, hè? Ja, weet ik niet. Ik heb maar goed, gaan we vanuit, hè? Ja, dat hoop ik wel. Oké. Hé, nog een prettige avond, succes. Ja, dank je. Een bokstel. Ze zouden de auto hier ergens neerzetten, maar ja, dan zie je geen plaats. Dan moet je de auto meer die kant uitzetten. De auto van Ruslos Auto. Beschikbaar gesteld voor deze première. Tot Alex Ruslos. Ja, hoor. Ciao, man. Ze maken met dit door. Ja, dankjewel. Je ziet er al een hele lange witte auto voorbij komen. En dat is dan de limo. Maar dan moet er wel plaats gemaakt worden. Want je kijkt, daar gaat hij. Daar is hij, daar is daar nog. De limo. En hier komt ook weer aan. Dan moet er van plaats gemaakt worden. En het is een hele harde weg om wereldkampioen te worden. Het is de heer Maas met zijn Mercedes, zijn speciale Mercedes, een hobbyproject noemt hij dat. Kijk eens wat een geweldige auto hier achter hem rijdt. De heer Maas met de limo, zij stoppen hier. De mannen van de beveiliging, dan leg je de deur open en dan gaan we kijken. Daar is Robbie Bax, een van de hoofdrolspelers. Van A Hard Way to Win 2. Robbie is hier gearriveerd samen met zijn partner. Even op de foto en dan mag je doorlopen, Robbie. We zien ook Arno van den Brink en die hier nu binnenlopen. Dan zien we Martin en we zien Jacques, die zien we nog niet. Hier hebben wij hier binnen zijn gekomen. En dan mag u allemaal naar binnen maar rustig aan. Hè. U hebt tijd genoeg, hè. U hebt tijd genoeg. Alvorens wij straks bij u langskomen om het officiële startsein te geven voor A Hard Way to Win 2. Ja, de volgende limo is beschikbaar gesteld door GJV Limo Verhuren. Gert-Jan Vosterbos, helemaal vanuit Empel hier naar Eindhoven gekomen. Om ook de mensen van A Hard Way to Win voor te rijden hier bij Pathé in Eindhoven. De bioscoop met zijn Jesse. Zijn partner, ja, zit hij erin? Dat weten we niet. We gaan kijken. Die komt er als eerste. Dat is hij! Dat is onze nieuwe machinist. Onze nieuwe passenger. Kaspar Stubelis. Dan Robin van der Wijs. De mechanieker. Altijd paraat. Daar is Paul de Blij. De man uit Oldenbroek. Altijd op en neer rijden. Hier Jesse. De genoten van Etienne, hier is Etienne Bax, de hoofdrolspeler van de Hard Way to Win 2. Hij is erbij, hè? Tot de hemmer in film. Van Rommel, die interview. Ja, ik weet niet waar. Ja, dat was hij. België. Ja. Willemsen. Oh, jee. Die hebt wel meegemaakt in Maden, jongen. Oh. Ik heb vorige week gebakken in het station, waar was je? Hij heeft een trio gehad. Ik moet naar de camera kijken. Oh jee. Dat is mijn, hè? Ja. Kampioen 2017, zijspan motocross sport, Team Bax. Ja, dan moet je niet denken dat wij helemaal lomp zijn, maar we moeten even met de rug naar jullie geslacht voor de foto hebben gegeven. Weet je wel, deze kant uit. En we zullen ja, sorry, we draaien ons zo om. Ja, oké. Zo, Etienne, kijk eens, dit is de zaal, hè? Onvoorstelbaar. Ja, alle zalen zitten vol die wij bezocht hebben, dat kan ik u verzekeren. Namens Etienne mag ik het woord doen om u welkom te heten hier in Pathé Eindhoven. Voor de première, A Hard Way to Win 2. Ja, een strijd
om het absolute hoogtepunt te behalen. Ik maak het verhaal nu iets langer, hè. Ja, een film die u dadelijk gaat zien. Vol vreugde, verdriet, spanning, sport, spektakel en emotie. Een doel bereiken in je leven, een wereldtitel halen, dat is één. Twee wereldtitels halen is waarschijnlijk nog veel moeilijker. U zult het zo dadelijk allemaal aanschouwen. En alvorens, ik zal jullie nu alvast een hele fijne avond toewensen en heel veel kijkplezier namens Etienne, namens het team, namens de familie, namens iedereen die hier aanwezig is. En Etienne wil zelf ook nog even iets tegen jullie zeggen, dus ik ga de microfoon even overgeven aan een jongen die ik al jaren volg. Ja. Ja, het valt ooit op hè, dat het ook ik fan ben van Etienne Wax. Nou, ik wil graag iedereen bedanken voor de komst vanavond. En het is voor mij een heel raar wat er allemaal gebeurt. Het is zo druk, zoveel mensen op de been. En allemaal voor een film over mijn carrière eigenlijk. Had ik nooit verwacht, had ik nooit durven dromen. Met die gedachten zijn we ook niet de film gaan maken. Maar het is wel heel erg mooi wat er allemaal gebeurt. En ik ben van de andere kant super blij dat ik met mijn Casper ga rijden volgend jaar. Heel erg gemotiveerd. En ik hoop dat we een mooie resultaat neer kunnen zetten volgend jaar. Ik hoop dat jullie kunnen genieten van de film. Ik wil de filmmakers Rick Heuzen en Arno van der Brink bedanken. Ze hebben echt een jaar lang mij gevolgd en hebben heel veel beeldmateriaal weggegooid ook. Want het is maar 1 uur en ze hebben misschien wel 100 uren gefilmd. En je ziet maar 1 uur, maar er is waarschijnlijk heel erg veel uren geweest wat er ergens in de zonnekamertje gewerkt is aan die film. Dus iedereen die meegewerkt heeft aan de film, hartstikke bedankt. En hopelijk hebben jullie een mooie avond. Dankjewel. Dan kan ik u nog mededelen dat de film te koop is na afloop hier in Pathé. Dus als u zelf de film op DVD wilt, dan kunt u die kopen hier na afloop. Nou, Etienne, ik zou zeggen, je hebt geen kaartje, hè? Dus ik denk dat jij moet gaan corveeën hier, want er is heel veel rommel gemaakt. Dus ik zou zeggen, begin eraan. Wij gaan naar de film kijken. En een fijne dag verder. Geniet ervan. Ja, tot ziens. Tot later. Ja, het is motocross, je hebt duels en Etienne liep fout. Dat lag niet aan Wilms, maar het liep gewoon fout. Dus er waren harde duels. Alleen, ik was toen zo teleurgesteld en ik vond het ook zo spannend. Ja, heel mijn avond was naar de klote zak, maar zeggen. Dus zo beleef je dan zijn middag en ook zijn match. Want als we achteraf kijken, wat een klein tikje. Etienne boven zijn klote met mij, ze kan een klein tikje hebben. Ja, zeker. Jullie zijn echt gek met elkaar, hè?
Officieel. Ja, dat mooi. Ik had hem al gezien samen, Rick, maar ik zit wel goed. Hey. Ja, mooi. Super. Leuk dat je er mooi. Ja, het is heel leuk. Ja, dat wel, hè. Jongens, hebben netjes gemaakt. Keurig. Mooi met die bloemen, hè, op het einde. Schoon, hè? Ja. Nou, even voor het rusten. Ja, ja. Nou is het goed genoeg. Zijn ze goed, hè? Ja, netjes. Mooi. Heel mooi. Ja, ja, super, ja. Super. Ja. Goede publiciteit. Ja. Ja, was het wel, hè? Ja, ja, ja. Ja. Ja, echt super. Mooi. Bedankt nog, hè? Jo, hè? Kan hem aan, Daniel. Ga je goed, hè? Helemaal naar de kloten. Lijkt me goed. Ja, boos. Ja, ik weet precies, ja. Was echt mooi. Echt super. Echt genoten. Nou, mooi. Super. Ja, ja maar ik weet het wel. Ja, ik heb van jou genoten, John. Niet van jou. Ja, jij bent mijn grappie. Een van de betere. Een van de betere? Nee, topfilm. Echt mega. Ja, mooi. Dank je wel. Fijne avond nog. Ik ga naar bed, jongen. Morgen trainen. Ja, beter. Was er maar de Zwitserland? Ah, okay. De was er dan in de hele slaap gegaan, hè? Ja, halfweg in de film hadden we gezegd, ah, niet helemaal de Zwitserland in de zaak. Oké, also, du tust dann den Zylinder wegbringen, ne? Ja, morgen. Morgen ist ja ein paar Kunden dran. Wenn der dann fertig ist, dann schicken wir den anderen. Die machen schon komplett fertig mit anderen Zuhören, ne? Dass wir denen so einfach sind. Okay? Alles klar. Also, danke. Ciao. Gute Reise, ne? Jo. Toni. Ja. Is dat de hoofdsponsor ook? Ja, nou, Zabel, de hoofdsponsor, die zeggen maar Zabel is een... Hij reist altijd achter ons aan. Ja? Dus waar wij zijn is hij ook. En dat is fijn, hè, als je service hebt. Ja, natuurlijk. Maar waar, komt hij uit Duitsland? Ja, hij komt uit Oost-Duitsland. Dus we hebben nu nog bijna 600 kilometer rijden. Ja, ja, netjes dat je de tijd neemt. Ja, ja. Had hem ook op DVD kunnen kijken. Ja, dat ja, ik zelf vind hem ook heel mooi. Ik vind hem vooral heel mooi in elkaar gezet. Het verhaal kende ik natuurlijk, hè, want het is mijn eigen verhaal. Maar ja, hij heeft gewoon super in elkaar gezet. Rick en Arno hebben gewoon super werk verricht. Maar ja, je kunt maar zien hoeveel man er hier is. Ja, zeker. Van de zaal, vier van de zaal. Ja, plus deze. Ja, plus in de hoofdzaal. Ja. Dus ja, dat is gewoon de opkomst was gewoon groot en veel groter dan we verwacht hadden. En ja, laten we hopen dat ze die nog een keer draait ergens. Ja, nou, net maar zo. Ja, dan volgend jaar natuurlijk weer proberen, hè? Nee. Kijk, zo'n film die maak je één keer. Dus ja, dan nee, de hele carrière. Maar voor de wereldtitel. Dit gaat volgend jaar. Oh, volgend absoluut. Jaar, dat ik neem goed. Ja. Niet als jaar een film. Nee. Hey, nou, heel veel succes nog in het seizoen 2018. Dan ga je goed, hè? Ja, jij ook, hè? En, ik zie je weer, hè, volgend jaar. Ik ben er beter, hè? Ja, ja, uit Apeldoorn. Ja, hey. Ja. Dat is goed, hè? Ja. Hey, goed, op de film jij, hè? Ja. Ja, wat zeg. Maar hier een beetje dit tekentje, hè? Ik ben maar weg. Ja, absoluut. Werk nu weggepoetst. Ja, ja, hetzelfde. Jij ook, bedankt, hè? En mevrouw Baksvogel.
hè? Dat is ja, ja, leuk, ja, dat, jongen. Oh. Was een mooie film, hè? Mooie film, hè? Super, hè? Het ja, was een superfilm. Ja, mooi. Worden wij nou man, officieel geïnterviewd? Nee, dit is maar voor de lamp. Die man, die was mooi. Dit is voor de lamp te testen. Ja, de lamp te testen. Nee, is mooi. Nee, maar het was super gezellig, hè? Ja, het was super gezellig. De zalen, toch? Ja. Ja, veel mensen, ja, veel mensen, veel belangstelling voor. Ja. Goede opkomst. Dat was super mooi. Ja. Ik, vond, ik vond het geslaagd. Ja, ik ook. Ja. Veel mensen. Ja. We hebben de mensen een beetje indruk gekregen van ja, hoe kan we, is dat niet alleen maar op die motor zitten is, maar dat veel maar kijken. Dat iets, iets ja, meer is. Diepe dalen. Hè. Ja, dat is ja, Holland ja, stilstaan. Ja. Oké, okay, we zijn op dit avond. Ja, dat zal wel. Gaan jullie goed, hè? Bergrijk wonen jullie geloof ik. Ja, Bergrijk, hè? Ja, 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 ja. Dat is niet blijkbaar thuiswedstrijd, hè? Ja, dat is ik kom met Apeldoorn dan. Met Apeldoorn. Oh, ja, dat moet je wel. Dat moet je nog even, hè? Ja, daar kan ik vak moeten leren, hè? Ja, ja, klopt. Dat is een goede doel, zullen we zeggen, ja? Dat is een goede doel, ja. Doei, hè? Doei. Ja, hey, mooie beelden zo, hè? Hey. Eens kijken. Nog twee, dan. Ja, echt? Ja, dat wist ik niet, anders was ik echt gekomen. Ik wist dat niet. Allemaal vrouwen zijn weten dat je getrouwd is, maar toch. Ja, we stonden allemaal al klaar met hem. Nee, ja, je snapt het wel, hè? Ja, Bart. Dus, oh, dan gaat hij in één keer even steken, terugdraaien. Goed bezig, dames. Ja, je kan niet verwachten van mij dat ik. Oh, hey, we hebben ook gewoon het jaar in plaats van hun. Nee, maar dit kunnen wij. Dat is een goede team. Ja, wel, hè? En dan weer. Ja, deze kan wel lekker. Veel plezier bij de Jack dan. Wat een wind, hè? Hier, hè? Nou, koud. Koud. Het is echt koud. Robin, die kan het wel, hoor. Nee. Moet die opgetild worden, ja? Oh, let op. Die andere waai opgetild. Ik weer gefilmd. Ja. Niet gefilmd, hè? Ja, ja, ja. Wat? Hallo, het zijn een massagetafel. Ja, toch? Ja, het lijkt wel. Ja, is dat zo? Ja, dat is gefilmd hoor. Ja, dit wordt uitgezonden, hè? Oh jee. Massagetafel. Knippen. Nee, clip en plakken. Goed bezig hoor. Ik kan er net in, hè? Ik ken net. Oh, we zijn de vast. Kan er nog. Ik over een onderdeel. Ja, huis binnen. Ja? Pas op, kom. Ja. Dag jongens. Ik heb gewend.